Mata Hari op Libbensgrut formaat. Saak krijgt ze een prominent plak op de nije Mata Hari tentoonstelling in het Fries Museum. Het komt van Museum Kruller Müller en daar is het restaureerd. Wat moest er allemaal gebeuren aan het schilderij? Er moest een hele dikke, eigenlijk meerdere lagen vernis af die zwaar vergeeld waren. Waardoor je eigenlijk het originele kleurenpalet van de schilder niet meer zag. En om het weer terug in de oorspronkelijke glorie te brengen, hebben we uiteindelijk besloten om de vergeelde vernis en een vuillaag die er ook nog op zat, eraf te halen. De restauratie stond al langer in de planning. Maar doordat het Fries Museum het stik broeken wil voor de tentoonstelling, is het schilderij nou dochs versteld. Het kostte de restaurateur zo'n 200 uren. Wat bij dit schilderij heel frappant was, was dat er in die vergeelde vernis echt hele duidelijke horizontale banen zichtbaar waren. Wat natuurlijk naarmate een vernis verouderd en steeds meer verkleurd, alleen maar een grote contrast oplevert. Dus op een gegeven moment is dat zo storend dat je alleen nog maar daarnaar kijkt in plaats van naar de geportretteerde. Dus dat was eigenlijk een van de voornaamste redenen om het eraf te halen. Het schilderij is van Jontje Sechtje en twee jaar later had Helene Kruller-Müller het onkocht. In de oorlog is het in een bunker bewaren. Waarschijnlijk had het doel oprollen west en binnen der troch de gielige banen ontstien. Het stik is van Grutteweerde van het Fries Museum en de Mata Hari-uitstalling die toen twee weken de dwarren iepent. Het is een heel bijzonder schilderij. Het is echt een van de topstukken denk ik in de tentoonstelling. Een mooi bewijs van museale samenwerking. En we gebruiken het schilderij als een soort kantelpunt tussen het leven van Mata Hari als vrouw van de wereld, als beroemde vrouw. En met de bezoeker die zich omdraait en het schilderij heeft bewonderd, loop je de periode in waarin het licht uitgaat voor Mata Hari. De beschuldigingen komen van spionage, ze wordt opgesloten en uiteindelijk wordt geëxecuteerd. Reproducties zoals deze en souvenirs met deze afbeelding binnen tenij dus net meer actueel, want het origineel is nou een stuk minder giel.